hoe ik impact maak. Zo, dat is nogal een vraag. Context? Op school of... Mensen maken op allerlei verschillende manieren impact. Groot of klein. Maar op wat voor manier maak jij impact? Ik hoop dat ik een goede impact maak op de mensen om me heen. Ik probeer gewoon te doen wat het beste is voor de wereld. Ik denk vooral het goede voorbeeld proberen te zetten. Ja, wil je dat iets anders gaat, doe het dan anders en dan zullen anderen volgen. Ik maak denk ik impact door eigenlijk de opleiding die ik nu doe. Dat wil ik later gaan bereiken. Ik doe forensisch onderzoek, dus ik hoop dat ik daarmee heel veel mensen kan helpen uiteindelijk om zaken op te lossen. Ik ben gebouwbeheerder in dit gebouw. Wij ontvangen eigenlijk alleen maar uitdagingen van mensen die ergens mee zitten. En dat soort dingen mogen wij oplossen. Het kunnen technische dingetjes zijn, zoals net iemand die het letterlijk het lichtknopje niet kon vinden. Dat is een beetje flauw, maar wel een hele leuke om te doen, want het geeft altijd een vrolijke sfeer. Ik maak impact doordat ik verschillende projecten doe in de wijk. Met studenten, door studenten eigenlijk. Zodat we de jongeren in Amsterdam ook kunnen inspireren en motiveren om bewust actief bezig te zijn met hun vervolgstap richting het hoger onderwijs. Nou, ik heb het idee dat ik impact maak door het contact met studenten dat ik heb. Die probeer ik af en toe wat zinnigs bij te brengen. En ik denk dat vooral die studenten straks impact gaan hebben. Volgens mij doe je dat niet alleen. Ik ben ambitiecoördinator diversiteit en inclusie. En impact is met elkaar de handen ineens slaan, zoekend naar die HVA-identiteit. Impact maken doe je samen. Ik persoonlijk maak impact door adviezen te geven aan vriendinnen of medestudenten. En gewoon mijn perspectief te geven. Ik probeer elke dag impact te maken door vooral te luisteren naar de mensen om me heen. Ik vind het heel belangrijk om te horen wat mensen te zeggen hebben en wat daar op je afkomt. En daar vervolgens op te acteren. Ik denk dat je als verpleegkundige heel veel kan betekenen voor een patiënt. Want soms kunnen ze zelf bijvoorbeeld dingen niet meer doen. En dan kan je ze daar gewoon een handje bij helpen. Ik denk dat we eigenlijk allemaal als personen best wel impact maken op onze eigen manier. Hoe ik tenminste hoop dat ik mijn steentje bijdraag in ieder geval, is dat ik een representatie mag zijn voor veel mensen. Mensen die zich kunnen herkennen in mij, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld niet altijd het gevoel hebben gehad dat ze de stem hebben gehad. Nou ja, dat ze dus een stem hebben in de personen die voor hen staan. Om eigenlijk de mensen een beetje van de motivatie te kunnen geven van kijk, je kunt het gewoon wel bereiken, zolang je maar gewoon je eigen hart eigenlijk blijft volgen. Dankjewel voor het kijken. Ben je benieuwd naar andere manieren waarop mensen impact maken? Lees alles over onze iconen van impact in Impact Magazine.